Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de SMP van Simon. Ja, ik word weer een nieuwe SMP sinds de nieuwe update van 1.19. Ik was per ongeluk mijn opname vergeten aan te doen en daardoor hebben jullie de eerste 2 minuten niet kunnen zien. Ik heb niet zo heel veel progress gemaakt, ik heb nog enkel Stone Tools net. En er zijn misschien ook wel mensen online van de server die jullie misschien nog kennen van Creatorcraft, of het dode Minecraft server. Dat is ondertussen al denk 2 jaar geleden of zo, of 1,5 jaar geleden. Ik denk dat ik hier wel wat dieren mag afslachten. We hebben echt eten nodig. Hey, ik zie daar een speler, wie is het? We hebben nog geen kool, dus dat moet ik ook even ergens vinden. Tenzij als ik kan ook misschien charcoal maken. En nu heb ik even 2 Minecraft series lopende. Ik heb dus nu deze serie. Die ik heel af en toe ga ik hier even een video van maken. En je hebt ook nog natuurlijk ook nog mijn hardcore serie die gewoon nog doorgaat tot ik dood ben. Ja, daar is Cole. Dus even zien hoe ik erbij kan. Ik weet niet of het in op hard is. Maar ja, ik denk het wel, maar ik weet niet zeker. Ik weet niet meer zo goed waar je dat ook alweer kan checken. Ik dacht normaal hier, maar ik vind het niet. Dus ik denk wel dat het paard hard staat, want ik krijg wel heel snel honger. Het begint nu al een beetje nacht te worden, dus ik moet een beetje opschieten. Even rustig hier het eten al even koken. En blijkbaar moeten we 30% slapen. Dus ik denk nog 1 speler moet slapen. Jee, het is weer dag. Oh, zombie. De eerste zombie die ik kill. En ook de spider ga ik ook even killen voor zijn strings. En hij dropt helemaal geen strings. Hey, Shurkin had ik nog niet gevonden. Dus dat moet ik ook even meenemen. Oh, nog schapen. Nu kan ik wel een bed maken. Een village! Hopelijk is die nog niet geclaimd. Ja, ik denk dat ik hier misschien wel een basis wil maken. Het is niet heel ver van spawn. Hier zijn nog hay bales, dus ik denk niet dat hier iemand al geweest is. Ja, ik denk dat ik hier ga wonen. Tijdelijk. Dus hier plant ik al sugarcane. Dus hallo kijkers, we zijn nu even een dag later, let even niet op de pijlen. En nu vraag je je zeker af, wat is dit? Wel, dit is eigenlijk hier het ding waar ik items ga smelten in een furnace. Dus hier komen items in die voor in de furnace zijn. En dan later kom ik dan hier in deze kist terug, volledig smelten. Gewoon dat ik het even ook toon hoe het werkt, dus ik heb even wat items nodig, dus ik zal even een demonstratie doen. Dus hier komt het vlees en dan moet het dan hier weer gekookt weer uitkomen.
het duurt wel even wachten. En al, voilà, je ziet het vlees hier al voorschijnen. Het is wel langzaam. En ik zal je ook even tonen hoe dit werkt. Ja, dit is toch, ik weet nog niet zo hoe ik het moet decoreren, maar voor nu is het gewoon even dat het even praktisch is. Dus hier komen items in. Komt dat hier in deze minecart terecht. Dan door die minecart, als er items in zitten, wordt die piston, wordt het gedaan met de piston, en waardoor de minecart kan rijden. Wat nu blokt de piston de minecart. En dan rijdt hij hier over de hoppers in en dan verspreidt hij alle items onder de furnaces. Alleen nu zitten er geen items meer bij. En dan, zodra de items gesmolten zijn, gaan items hier langs. Dan hebben we hier de item elevator naar boven. En dan komen ze weer in de kist ernaast terecht. Laat ik het nog even demonstreren met gewoon stone. En hier komen de items. Je ziet de minecart gaan. En hier rijdt dan. Hier zit heel in heen en weer. En dan komen de items hier zo terecht. Op dit moment zijn we level 25 en ik heb nog niet level 30 enchant, dus ik ga even de nether in en ik ga gewoon wat nether quartz verzamelen. Kan ik nog wat makkelijk quartz vinden? Ja, daar is nog wat. Zo gaat het levelen sneller. Helaas ben ik ondertussen ook al één keer dood gegaan, dat zie je ook in tab. Dat kwam om ook gewoon, ik was even al tab, gewoon op internet iets aan het kijken. En dan was ik nog steeds natuurlijk ingelogd in Minecraft en daardoor was ik even niet aan het opletten en dan werd ik aangevallen. En zodra ik weer switchte naar Minecraft, zag ik dat ik net dood ging. Gelukkig had ik snel weer al mijn items weer, alleen dat was wel zonde van het XP dat ik toen had. Het is wel gevaarlijk, want ik ben best wel een beetje bang dat ik in de lava ga vallen en dan is door je pickaxe en vooral ook weer door je experience. Oeh, daar viel ik ook weer bijna in, dus je moet echt heel erg opletten. Op oppassen dat ik die zombie piglin niet sla, want dan heb ik een probleem. Oké, we zijn nu level 30, betekent dat we nu ook level 30 kunnen enchanten. Oké, hier komt de pickaxe. Eerst level 30 enchantment. Het is efficiëntie 3. Ik weet niet of ik dit wel wil. Ik wil ook een diamond axe maken. Misschien krijg ik daar een betere enchantment op. Kijken. Ook efficiëntie 3. Misschien heb ik een beter geluk met mijn zwaard. Been of arthropods ga ik zeker niet doen. Oké, ik ga dan toch voor de efficiëntie 3. Hopelijk komt er dan nog een breaking of zo bij. Oh nee, jammer. Enkel efficiëntie 3 is wel jammer, maar ja, ik denk dat ik hier wel de video ga afsluiten. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En laat even misschien ideeën achter voor wat ik misschien kan doen op deze server. En dan zie ik weer terug bij de volgende video. Doei doei!